Hey allemaal, welkom bij deze Blender video waar we gaan renderen. En we gaan renderen omdat we de arcadekast af hebben en onze eerste presentatiesheets gaan maken. Presentatiesheets heb je op de hele al een paar voorbeelden van gezien. Die gaan wij vanaf nu maken voor elk object, zodat we in één oogopslag, in één plaatje goed kunnen zien wat jullie gemaakt hebben en vooral ook hoe jullie het gemaakt hebben. Het zijn meteen ook hele handige dingetjes voor op je portfolio te zetten. En daarvoor moeten wij zorgen dat we plaatjes kunnen renderen uit Blender, zodat we die mooi in Photoshop bij elkaar kunnen zetten, om vervolgens een sheetje te maken. Dus wat gaan we vandaag doen? Nou, we gaan starten met even de settings controleren, dat alles goed staat in Blender om goed te kunnen renderen. Dan gaan we even kijken of we onze texture die we hebben gemaakt in Photoshop er goed op hebben staan en hoe we dat moeten doen. Dan hebben we een stukje belichting, dus 1-puntsbelichting, 2-puntsbelichting, 3-puntsbelichting met warme en koude kleuren, hoe je die simpel kan opzetten. Dan hebben we nog één stapje verder in de belichting en dat is aan de hand van een HDRI-map. Dan ga ik jullie kort uitleggen wat dat is in de meest simpele variant om wat natuurlijkere en realistischere belichting en reflecties te krijgen. En dan gaan we nog zorgen dat de camera mooi uitlijnt om rendertjes te kunnen maken. Op een mooie transparante achtergrond, zodat we niks hoeven te knippen en plakken. En op het eind gooien we dan nog een stukje wireframe tegenaan. Jullie weten wat een wireframe inmiddels is en hoe je die rendert in Blender, zodat je die ook heel strak en makkelijk kan aanpassen voor in je presentatiesheet. Dus laten we beginnen met de settings. Blender standaard, jullie kennen deze grijze blob. Nou, daar zit niet heel veel belichting in. En wat is renderen nou? Renderen is een kwestie van Blender eventjes de belichting laten berekenen, zodat we mooie schaduw krijgen en belichting, reflecties, dat soort dingetjes. Nou, daar valt nu nog geen drol van te zien. Hoe kunnen we dat aanzetten? Nou, hier rechtsboven in beeld hebben we onze vier bolletjes. Dus de eerste is de wireframe. Die heb je misschien al eens gezien tijdens het modelen. Dan hebben we de standaard grijze versie, die we eigenlijk standaard aan hebben in de layout versie. Dan hebben we de middelste. Dat is Eevee. Dat lijkt een beetje op Unity of Unreal. Dus real-time renderer. Gebruiken we eigenlijk vrijwel nooit. En achteraan hebben we Cycles. En je ziet als we Cycles aanzetten, komt er al schaduw op te zitten. Want er zit natuurlijk standaard een lamp in de scène. Zoals je ziet, mijn plaatje is al geladen. Dat doe ik even om jullie goed te laten zien dat Cycles werkt. Daarna laat ik jullie even zien met die material hoe we dat moeten doen. Dan zou je denken, oké. Ik zie belichting, klaar toch? Ja en nee. Vooral de eerste keer dat je Blender opstart, zal dit waarschijnlijk fout zijn. Als jullie vaker dadelijk in Blender gaan werken, dan weet je niet voor waar je het moet checken. Maar Cycles staat eigenlijk nog niet aan. Waarom? Het is best wel simpel belicht. En dat gaan we even checken. Dus hier rechts hebben we in onze render tapje, dat is de tweede met het cameraatje, hebben we een paar settings staan. De eerste is onze render engine. Die staat dus nu nog op Eevee. Dat is eigenlijk dat bolletje. En die willen we op cycles zetten. Dus dat doen we eerst. En je ziet eigenlijk meteen dat er wat verandert. Je ziet hier, het wordt noisy en het is wat minder snel. En je ziet, hij doet er even een paar seconden over om belichting te breken. Je ziet nog steeds hier de schaduw. Maar wat het coole is, als ik hem even terugzet naar Eevee, mijn scherm geeft ook licht. Maar er komt eigenlijk helemaal geen belichting vanaf. Als ik hem op cycle zet, dan komt er wel belichting vanaf. En daarom willen we eigenlijk precies met cycles renderen. En dan hoor ik je denken, klaar toch? Ja, cool. Nee, eigenlijk niet. Hij probeert nu te renderen op onze processor. En we willen hem eigenlijk op de grafische kaart zetten. GPU. Dus niet CPU, maar GPU. Dus die zet ik hier meteen even om. En dan gaat hij een stuk soepeler. Wat super chill is. Hoe controleren we dat die daadwerkelijk goed staat? Edit Preferences. Gaan we naar System, hier links onderin. Standaard staat die op None. En als je hier even kijkt, voor de meeste zal het Optic zijn. Of een enkeling met een AMD kaart is het iets anders. Maar hier zie ik staan NVIDIA GeForce RTX, dat is mijn grafische kaart. Die staat goed. Twijfel je, lukt het niet, kom je er niet uit? Check even bij elkaar of vraag het even in de les aan de docent. Dan kunnen we even kijken of het in jouw geval goed staat. Het kan in sommige stomme gevallen gebeuren dat Blender jouw grafische kaart niet ziet.
Maar daar komen we samen wel uit. Dus roep vooral als dat niet lukt. Nu die bij mij goed staat, zie je dat die een heel stuk vlotter gaat. Wat betreft de settings, er zijn er twee die we hier in deze render tab nog moeten bekijken. Dus we checken cycles, GPU, that's fine. Dan hebben we hier sampling op de viewport en op de render. En wat betekent dit? Als ik beweeg, zie je dat het heel erg pixelated is, heel erg noisy. Dat komt omdat Blender de belichting goed wil berekenen en heeft daar even 1 of 2 tellen voor nodig. Des te lager in de viewport dit cijfertje is, des te sneller die daar klaar mee is. Maar des te lager het nummertje, des te noisy die is. Zet ik hem op 1024, dan zie je hier het cijfertje oplopen, duurt het langer, is er minder noise. En aan de hand van hoe goed je computer is, is dit zwaarder of minder zwaar. Ik heb hem altijd super laag staan, zodat ik heel snel resultaat zie. Kijk, voor mij is dit genoeg om te zien hoe de belichting werkt. En dan is mijn computer lekker snel en blijft het niet zo hangen. Dus ik ben hier tevreden mee. Voor de render daarentegen staat die standaard op 2048. Dat heeft invloed op hoe lang je render duurt. Dus wil je een hele mooie render maken, gooi je hem misschien op 4096. Maar dan duurt die misschien een minuut of 10. Duurt dat te lang, heb je geen tijd, heb je de deadline bijna niet gehaald, dan zet je hem lager. Ik zet hem in dit geval even op 32, zodat de render binnen 3-4 seconden klaar is. Is minder mooi, maar dan heb ik tenminste snel resultaat. Dus hier kun je mee spelen. Duurt je render te lang, haal dit cijfertje omlaag. Heb je te veel noise, gooi het cijfertje omhoog en wacht iets langer. Nou, er is ook nog een kleine optie, mocht ik die pixels niet fijn vinden, is hier in de viewport ook nog in die noise stapje. En dan smooth hij dat een beetje uit. Is ietsje zwaarder. Maar misschien vind je dat wel prettig om te zien wat hij doet. Ik laat hem voor nu even aanstaan. En eigenlijk daarmee zijn we ervan verzekerd eigenlijk dat cycles werkt en dat we kunnen renderen. En hoe bepalen we nou waar we het plaatje gaan opslaan zo meteen? Eén tapje lager in de output staan al die settings die we daarvoor nodig hebben. Dus je ziet hier de resolutie van onze render. Staat standaard op 1920x1080. Voor Notion, als jij dingen gaat uploaden voor in te leveren, laat het lekker op 1920x1080 staan. Is meer dan genoeg. Des te hoger de resolutie, des te langer de render duurt. Des te groter de file ook wordt. Dus des te langzamer je Notion wordt. Dus voor schoolwerk is het te adviseren om hem gewoon zo te laten staan. Zeg je, ik wil echt een sicker render maken voor mijn portfolio. Dan kun je met 4K doen. Wat jij wil. Specifieke portrait landscape voor op je telefoon, op je achtergrond, whatever. Kun je hier allemaal instellen. Ik doe eigenlijk altijd gewoon standaard 1440. Dus dat is Quad HD. Dat is 2560 bij 1440. Ook een standaard formaat. Meestal render ik daar ook voor mijn portfolio op. Niet 4K. It should be fine. Dit is een beetje een sweet spot. Net iets strakker, niet te zwaar. Maar jullie kunnen me eventueel op 1920 laten staan voor nu. Dan hebben we hieronder hebben we de output. Op dit foldertje kun je klikken en dan kun je bepalen waar je hem op wil slaan. Ik heb hem in mijn Blender foldertje gezet. Jullie hebben als het goed is al heel braaf een arcade foldertje gemaakt. Dan staat hij hier beneden op PNG en dat is prima. En de rest van de settings hoeven we niet naar te kijken. Dus hier check je resolutie, check je waar je hem opslaan en check je welk file format. Houd er rekening mee, PNG hebben we nodig als we een doorzichtige achtergrond willen hebben. En in principe zouden we nu kunnen renderen. Dus wat gebeurt er als ik wil gaan renderen op dit moment? Dus we kunnen dat doen onder render, render image. Maar je ziet ook de shortcut F12. Ik druk op F12. Hij duurt even een paar seconden. En dan zie je hier de noise. En dan op een gegeven moment trekt hij weg. En dan is Blender klaar met renderen. Dus hup, hij is klaar. Dus nogmaals, dus de hoger het cijfertje was bij de samples, dus de langer dit duurt. Maar je ziet ook bij mij hier, het is niet heel strak of zo. Dus hij wordt strakker als je je cijfertjes hoger zet. Nou, ik heb hier nu een grijze achtergrond. Hij is niet doorzichtig, dus dat moeten we daar ook nog fixen. En de belichting staat erop. Maar ik vind hem wel een beetje saai. Laat ik eerst even jullie laten zien hoe je hem doorzichtig maakt en dan gaan we de belichting. Doorzichtig is nog één tapje. Onder het render tapje kunnen we naar beneden scrollen. Dan heb je hier film. En daar zit het vinkje transparant. Dus je ziet, nu heb je gewoon een normale achtergrond. Druk op transparant, krijg je hier al die
Ja, dat schaakbordje, zeg maar. Normaal schaakbordje. Is filmtransparant. Druk op F12. Gaat hij nog een keer renderen. En ik zie dus nu hier ook dat het niet meer grijs is, maar hier zie je ook het schaakbord. En dat betekent dat die transparant is. Dus als ik deze nu image save as doe, doe hem even als arcade 01. En ik ga naar Photoshop. En ik sleep daar mijn arcade 01 in. Dan zie je dus dat die uitgeknipt is. Dus als ik hier met bijvoorbeeld een rode laag achter zet, dan komt het rode er ook heel mooi mee. Nou, dat moeten we natuurlijk niet doen, want het is natuurlijk super lelijk. Maar door hem transparant te maken, hoeven wij geen knipmerk meer te doen. Dan is je altijd heel mooi al uitgeknipt. En dat is wel echt super handig om te hebben. Zo. Cool. Dan gaan we even terug naar Blender. En nu we hem transparant hebben, kunnen we eigenlijk de belichting gaan fixen. Dus standaard zit er één point light al in de scène. Die zit er standaard in. Nou, die bij mij die kun je gewoon grabben met de G-knop en die kun je verplaatsen wat je wil. En je ziet dat de schaduw de andere kant op gaat. Dus als ik hem hier zet, zit de schaduw raar. En terug. Dan verplaatst hij. Hier hebben we rechts de data, het groene lampje. Als we een lamp selecteren, dan krijgen we die optie. Dus met een object niet, maar met de lamp wel. En daar staan de opties in van de lampen. Dus hoe sterk die is, welke kleur die heeft. Of het een area light is, een spotlight of een point light. Dus een point light is een soort van ja, plek in de wereld waar alle kanten de belichting op gaat. Spotlight is, hij schijnt die kant op, een soort van zaklampfunctie. En een area light is een soort van softbox. Dus dat is gewoon een vierkante plane waar licht uit komt. Dus alleen maar één kant op. De oranje kant op, zo, die kant op. Dus daarmee kun je spelen en je belichting gaan instellen. Dus ik raad eigenlijk niks meer aan dan proberen wat je gewoon door lampen te plaatsen en te kijken hoe je hem kan belichten. En er zijn twee standaard technieken. Dus je hebt een 1 punts en je hebt een 2 punts. Dus ik doe even Shift D om hem te dupliceren. Die ga ik naar links doen. Dit is al een 2 punts. En dan heb je nog een keer Shift D. En even plaatsen. En dan ga ik even kijken dat hij naar de achterkant gaat. Zo. En dat is een driepunts perspectief. Voor driepunts belichting setup. Dus ik heb nu één lamp van rechts. Één lamp van links. En één lamp van achter. En dan wordt hij dus nu uit drie hoeken belicht. En dan heb ik ongeacht van welke kant ik dadelijk een render maak. Kan ik goed zien wat erop zit. En wat is nou de theorie? Dat je daar een warm en een koud lichtcontrast bij gebruikt. En wat wil dat zeggen? Een warme kleur is bijvoorbeeld rozig, rood. En een koude kleur is blauwer. Je ziet blauw en rood zitten tegenover elkaar. Dus wat krijg je nu? Zet ik die even wat hoger. Hier krijg ik een koude, felle belichting op de achterkant. En een warme belichting op de zijkant. En nu zie ik dus in dit plaatje, dat is al een stuk interessanter dan, als ik die twee even uitzet, dan die ene belichting. Dus dit was het. En nu krijg ik al een heel stuk meer dynamiek in de belichting. En hier kun je eigenlijk niet heel veel fout doen. Dus ik raad aan om gewoon even te gaan spelen met lampjes. En te kijken wat voor jou het beste werkt voor je object. Dus je kan de kleuren afstellen. Heb je bijvoorbeeld een witte kast, zie je veel meer van de kleur. Heb je een zwarte kast, zie je er veel minder van. Dus kijk vooral even wat in jouw geval werkt. En dan kun je hem daarmee gewoon met F12 renderen. En dan krijg je mooi met de belichting en de schaduwen in je render. Nou vind ik dat heel cool, maar ik hou wel van realistische en natuurlijke belichting. En hoe doen we dat? Ik delete alle drie de lampen uit mijn scène. En wat ik ga doen is een HDRI instellen. En wat is een HDRI? Laten we eens naar Google gaan en we typen in HDRI. Ploep. En we krijgen hier, de eerste website is Polyhaven. Fantastische website, kunnen we naartoe gaan. Ik hoef hem niet te vertalen, ik selecteer hem hier even. Latest. Nou, je kan ze geld geven en dan krijg je een paar maps eerder, maar de rest is allemaal gratis. En wat is een HDRI map? Is eigenlijk een 360 graden foto van de omgeving. Dat wordt gebruikt bijvoorbeeld voor films en ook voor games, voor de skybox. En dat is eigenlijk niks meer dan een skybox eigenlijk. Een omgeving waar je je in bevindt. En wat mensen dus hebben gedaan, is een foto gemaakt op locatie. Dus bijvoorbeeld hier in een dal, of hier in een loods. Of hier op een
een veld of een weg, in een grasveld, op bepaalde momenten van de dag. Dus hier is het bewolkt, hier een klein beetje, hier is het heel mooi zonnig, dit is binnen, hier is het mistig. En daar hebben ze foto's gemaakt van verschillende settings op je camera. En dan krijg je heel weinig belichting en heel veel belichting. En dan kun je dan allemaal samenbouwen in dit plaatje. En dan weet Blender, oké, als er weinig belichting komt, dan ziet het er zo uit. En als er veel belichting is, ziet het er zo uit. En het werkt ook voor reflecties. En je ziet dus dat bijvoorbeeld hier deze in de zon, die heeft een hele harde schaduw. Want je hebt zonlicht. En het zonlicht weerkaatst nog van de grond. Dus hij krijgt een klein beetje belichting hier. En that's it. Dus je krijgt een best harde schaduw. Je ziet bij deze is de zon al weg achter de bomen. En alles krijgt een beetje die blauwe gloed. Dus je ziet hier geen direct zonlicht, geen harde schaduwrand. En je krijgt wat een blauwe sfeer. En als je dan bijvoorbeeld hier weer naar die binnenkant kijkt van de gym bijvoorbeeld, daar zitten wat meer rode kleuren in het geel. Dus je krijgt een warmere gloed eromheen en wat minder harde belichting. En elke plaatje dat je hier kan vinden, heeft dus een eigen effect op hoe de belichting eruit ziet. Dus je ziet hier een hele harde schaduw in de zijkant, hier is het weer zacht, hier is het weer heel warm. En dat kan heel goed invloed hebben op hoe jouw object er eigenlijk uit gaat zien. Hoe gebruik je deze nou? Je klikt hem aan en je downloadt hem. That's it. Je kan hier kiezen welke resolutie. 4K is altijd wel genoeg. Download. En wat hij dan downloadt is een EXR-file. Die staat hier, Wrestling Gym. Ik heb deze gedownload. En die kunnen we dan in Blender gaan opzetten voor de belichting. Dus je ziet nu, zonder de belichting komt alleen het licht van het scherm af. Nu gaan we hem even instellen. En hoe we dat doen is op het World-tabje. Dus het rode bolletje, World-tab. En we hebben hier een paar settings daarvoor. Dus we staan nu de background. En hij heeft nu een kleur. En die willen veranderen. Dus dan klikken we op het gele bolletje. En wat we hierin gaan doen is een environment texture. Dat is gewoon de naam. Dit is je environment waar je je in bevindt. Makes sense, right? Dus die gaan we instellen. Nou, je ziet dat dingetjes paars worden, want we hebben nog geen map ingesteld. Dat is logisch, toch? Dus wat ik kan doen, is ik kan open klikken en ik pak mijn gym texture erin. Dus je ziet nu al, de belichting wordt aangepast. Ik ga even terug naar mijn render settings, film, en ik zet hem even weer terug op niet transparant. Dus nu zie je dat in de achtergrond de gym is ingeladen. En je ziet, de ramen zitten aan die kant. En aan die kant zit de muur. Dus aan de achterkant van mijn object is het donkerder. En aan de voorkant komt echt licht vanuit die ramen komt erin. En je ziet ook dat hij een klein beetje gelig kleurtje is. Wat moeilijk op mijn kast te zien. Maar omdat de vloer geel met blauw is, komt dat daar een beetje op. En het heeft een directe invloed op de belichting. Dus dit ziet er al heel natuurlijk uit. Zie je? En ik heb nog geen lamp geplaatst. Dus dit is echt een goed alternatief om voor presentatiesheets die belichting te doen. Als ik hem nu render, dan krijgen we dus ook de achtergrond in de render. Nou, dat is heel raar, dat willen we niet. Dus ik doe de render weer eventjes weg. Ik ga terug naar Blender. En als we hem dus weer onder render settings film transparant op transparant zetten en ik druk op F12, dan krijgen we hem wel met de belichting, maar niet met de achtergrond. Dus dan wachten we even twee tellen op. Bam. Image, save as. Arcadekast 1. Cool. Dat is 1. En dan hebben we eigenlijk al een hele mooie render. Dus hoe kunnen we nog meer renders doen voor de presentatiesheet? Dan kunnen we de camera verplaatsen. Want de camera bepaalt, als ik hier rechtsklik, dit is mijn camera view. En hij rendert gewoon deze hoek uit. Stel voor, ik wil nog een close-up van de joysticks doen, want daar ben ik heel blij mee hoe dit gegaan is. Dan kan ik de camera gaan verplaatsen. En proberen uit te lijnen en af en toe even kijken zo, waar zit ik? Ik wijs er een beetje naast. Ik kan bijvoorbeeld eventjes zoomen op mijn object. En ik wil ongeveer dit stukje highlighten, want dat vind ik wel cool met de coin slot en de joysticks. En ik selecteer mijn camera. Ctrl Alt 0. En Ctrl Alt 0 zorgt ervoor dat hij de camera uitlijnt aan je view die je had in je viewport. Dus als ik hem nu vanuit deze hoek wil hebben, Ctrl Alt 0. Zie je? Dan zit hij heel mooi in die hoek. Dus Ctrl zet hem even naar deze kant. En het enige wat we even moeten doen, als ik op de camera klik, hij zit net niet mooi geframed, dus we willen hem even verplaatsen. En eigenlijk even naar boven. Maar je ziet, dit is heel stom en moeilijk, want die camera die heeft een hoek naar beneden. Als ik de oriëntatie even op local zet,
Dan hoef ik hem als het goed is alleen maar naar achter te slepen. Dan kijken we even weer of die goed is uitgelijnd. Dat vind ik wel een coole close-up. F12, render. Kijk, nou, ik krijg alle details die ik gemodeld heb, krijg ik te zien. Wachten we even tot Blender klaar is. En dan is dit een toffe inset om te gebruiken in mijn presentatiesheet. Save as, kaderkast 2, cool. Oké. Nou, dat is al twee rendertjes voor mijn sheet. Dus als ik nu in Photoshop ga, gooi ik die er weer even uit, want dat was zonder de goede belichting. Dan hebben we kaderkast 1. Zo, die zet ik hier links of rechts. Ik ken mijn kanten wel hoor. 0,2, dat is mijn detail render. Die scale ik wat kleiner. Een beetje van de kant af. Zo. En zo. Cool. That's it. En wat kan ik hier nou nog bij doen? Nou, we willen onze wireframe nog kunnen zien, dus die moeten we zo nog even doen. En we kunnen de textures erbij gooien. Dus ik gooi even mijn texture erop. Zo, oké. Okay. Dus dit is de texture die ik gemaakt heb. En bij de texture eigenlijk ook wel UV maps, right? Dus we hebben dat ding heel mooi unwrapped, dus we gaan de UV-streven bijhalen. Nou, daar hoeven we niet al te moeilijk over te doen. We gaan gewoon naar de UV editing tab. We selecteren onze arcadekast. We gaan in edit mode en drukken op A om alles te selecteren. En wat we nu hebben is een mooie UV shell van mijn kast. Dan kan ik heel mooi deze kopiëren en in Photoshop erbij zetten. Bloop. En dan heb ik heel cool mijn UV's naast mijn texture zitten. Dan heb ik hier heel mooi nog ruimte om naam, polycount, whatever. Om dingetjes te typen. Nou, dat is natuurlijk fantastische graphic design dit. Spendeer alsjeblieft iets meer tijd eraan om dat mooi te maken. Maar in principe is dit een manier waarop je het heel simpel kan doen. Hebben we alleen nog een te gaan is de shading en de wireframe. Laat ik dat eventjes doen. Dus we hebben hier onze belichting mooi op staan. We willen onze wireframe erop. En we willen natuurlijk ook dat de kast hier plaatje heeft. Hoe checken we dat? Standaard is hij zo. Is hij grijs. En het is zo simpel als de texture die je gemaakt hebt in Blender te slepen. Ploep. En hem aan de base color te hangen. Oké. Hij doet het. That's it. Easy peasy. En wat is allemaal dit nog allemaal? Dit zijn hele coole settings. Ik raad je aan, sleep maar eens aan alles een keertje. Metallic, oké. Hij is metalliger. Roughness. Oeh, kijk, hij wordt glimmender. En omdat we de HD Rehab hebben, hebben we de reflectie erin. Dat is best wel cool eigenlijk. Zie je? En speel maar eens met deze settings. Je kan eigenlijk niks slopen. In het ergste geval maak je een nieuwe material aan en dan fix je dat. Ik ga even terug naar mijn eigen setup die ik had gemaakt. En dat is deze. En hij reflecteert heel subtiel. Ik kan hem wat matter. Resteert ons nog één dingetje. En dat is een wireframe. En hoe fixen we de wireframe nou? Nou, wat we tegen Blender kunnen zeggen is, hey, luister, ik vind het cool vriend dat je rendert. Maar ik wil er ook even een wireframe bij. Gooi die er eens even tussen. Hou er rekening mee dat als je meerdere objecten hebt en meerdere materials, dat je dit per material moet doen. Het is vrij simpel. Je kan dit gewoon even overkopiëren. En dan kun je dit altijd fixen. Dus standaard gaat onze shader gaat naar onze output en dan krijgen we een material. Dus als ik die weg doe, dan is die zwart. Standaard gaat die hier in de surface en dan krijgen we heel mooi onze texture. Right? Want die hebben we hier erin zitten. Texture. Cool. Zie je? Zit erin in de base color en die gaat weer door naar de output. Wat we willen doen is die onderscheppen die output en daar een wireframe aan toevoegen. En hierboven gaat het dus met drie simpele nodes kunnen we dat fixen. Dus we hebben een wireframe, een kleurtje voor de wireframe en een mix shader. Dus met shift A kunnen we dingen toevoegen. De wireframe zit onder input wireframe. Als je shift A doet en je typt wireframe, dan krijg je hem ook gewoon meteen bovenaan. En we hebben de mix shader nodig. Die zit onder shift A, shader,
mix shader. Boop. Die twee hebben we nodig. En de color zit onder input RGB. Plop. Zie je, dan krijg je een hele RGB slider. Dus die drie hebben we nodig. En hoe werkt dit nou? We hebben een wireframe die gaat in de FAC. Plop. We hebben de color die gaat in de onderste, zodat we de wireframe kleur kunnen beheersen. En onze normale shader gaat in de bovenste. Zie je, dan zitten ze alle drie erin. En het enige wat we dan hoeven te doen, is de output te connecten. Plop. Dus nu gaat de shader door de mix met de wireframe deze kant op. En we hebben een wireframe op ons model, zie je? En hij is nog super strak ook. En met deze settings kun je hem dikker of dunner maken. Naar eigen inzicht. Als je hem te dik maakt, zie je niks meer van details. Als je hem te dun maakt, zie je misschien helemaal niet. En aan de hand van welke texture je hebt gemaakt, is misschien een witte lijn handiger of een zwarte lijn handiger. Misschien heb je zin in een mooie, mooie roze lijn. Alles mag. Hou er rekening mee dat het leesbaar is voor ons om te zien op je portfolio. In dit geval ook het mooi op de zwarte. En mocht je die dus weer eraf willen halen, dan het enige wat je hoeft te doen is je normale shader weer. Boop. Dus als je daarmee wisselt, gaat de wireframe aan, uit, aan, uit. En hou er rekening mee, dat moet je dus per object moet je dit doen. Zit hij erin? Drukken we even, gaan we even terug naar de layout. Zorg even dat die camera weer goed zit. Door hem even zo. Ctrl-Alt-0. En dan moeten we hem even een klein beetje verplaatsen. Een beetje naar rechts. En een beetje naar beneden nog. Cool, nu is hij helemaal in beeld. En nu kan ik op F12 drukken. En dan krijgen we met een doorzichtige achtergrond een hele mooie render van de wireframe. Duurt even 2-3 tellen. Plup. Dan image save as nummertje 3. Cool. En dan gaan we naar Photoshop. En dan halen we de wireframe erbij. Nou, nu is hij niet helemaal precies in dezelfde angle. Dus hou er rekening mee. Dan zetten we die rechts. En dan pakken we die eerste arcadekast erbij. Zo. Moeten we allemaal oppassen. Maak hem iets kleiner. Zodat we daar beneden ruimte hebben om te schrijven. Pakken we de grote detailshot, maken we die ook iets kleiner. Zo. En dan doen we wat dingetjes verplaatsen. Dus dan whatever. Zo. Dit zijn de textures. Zo. En dan laten we het achter elkaar doen. Zo. Onderlangs. Kijk. En dan kunnen we het nu een beetje uitlijnen. En dan een mooie achtergrond of zo eronder. Misschien een gradient. Of ik pak even de lichtste kleur en de donkerste kleur. Oké, gradient. Maak ik hem even massief, alsjeblieft. Mag dat niet? Zo. Of niet. Hij wil niet. Kijk. Zo. Plop. Plop. Misschien iets donkerder en iets lichter. Oh. Het doet wel heel vervelend vandaag. Zo. Even de lichtste kleur en de donkerste kleur. Zo. Plop. Dit zou kunnen. Maar dan mag je helemaal mee spelen met de vormgeving hoe je het zelf wil. Zorg dat het goed leesbaar is. Zorg dat je ook alle details erop schrijft die je nodig hebt. En eigenlijk zo op die manier heb je alle onderdelen die je nodig hebt voor op je presentatiesheet. En op deze manier kunnen wij dus in Blender alles renderen en positioneren. Dus check de timestamps vooral om alles te doen. Spendeer rustig wat tijd in Photoshop om het allemaal mooi bij elkaar te brengen. En dan zien wij op Notion al jullie mooie presentatiesheets. En dan zie ik jullie in de volgende. Doei!